De honkbal negentallen van België en Nederland stellen zich in Haarlem voor aan het publiek dat naar de 17e wedstrijd tussen de beide landen is komen kijken. Nederland gaat het eerst aan slag, zonder succes overigens, daar vele spelers op het eerste honk al sneuvelen. Dat wil zeggen dat de bal in handen van de honkman is voordat de loper het honk bereikt heeft. Maar in de volgende slagbeurten raken de Nederlanders de bal zo goed dat zij tot scoren kunnen komen. In een betrekkelijk korte tijd weten vier lopers de slagplaat te bereiken. En dit betekent dat Nederland na de derde innings een 4-0 voorsprong heeft. Voor de Nederlandse speler Vreenigoor ontstaat er een benauwd ogenblik als hij tussen het derde honk en de thuisplaat door de Belgen wordt ingesloten. Die trachten hem met de bal uit te tikken. Hetgeen geoorloofd is daar hij zich tussen de honken bevindt. Het publiek volgt de strijd vol spanning. De Belgen komen door het uitstekende spel van de Nederlandse werper en zijn teamgenoten niet tot scoren. Weliswaar bereiken zij nu en dan de honken, maar grote waakzaamheid verhindert dat dit gevaarlijk wordt. De wedstrijd die tenslotte met 10-1 gewonnen werd door Nederland kreeg een magnifiek einde dankzij Holewijn, die een formidabele slag wist uit te buiten en in één ren over alle honken weer thuis kwam.